Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Een koufront is gisteren ons land gepasseerd. Lag vanmorgen nog over de provincie Limburg, maar is inmiddels ook daar het land uitgetrokken. Dat betekent dat het vandaag achter het koufront toch vrij zonnig was op de meeste plaatsen. Er ontstonden wel een aantal stapelwolken. In het noordelijk kustgebied viel zelfs nog een enkel buitje, maar verder is het op wat regen na en vanochtend in Limburg overal droog gebleven. Dat blijft voorlopig ook nog zo. Het grotendeels droge weer, dat houden we ook morgen aan. Zaterdag vallen er nog een aantal buien. Die verstoring zien we hier klaar liggen. Maar uiteindelijk na zondag, dan lijkt het toch weer prima weer te gaan worden. In ieder geval voor een aantal dagen. Vanavond, dan zijn er wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Met name in het zuidwesten en midden van het land. In die opklaringen daalt het kwik naar zo'n 10 of 11 graden. En onder de bewolking naar een graad of 13 vanavond. De wind die is nauwelijks aanwezig en meest zwak uit noordelijke richting. Vannacht in de brede opklaring lage temperaturen, landinwaarts 3 tot lokaal 4 graden. Daarbij kan ook mist ontstaan. Die mist die lost dan morgenochtend uiteindelijk vrij snel op. In het noordelijk kustgebied komen wat meer wolkenvelden voor, en onder die bewolking daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen dan lost die mist dus snel op, verder is het dan wisselend bewolkt en vooral in de westelijke kustprovincies kan er uiteindelijk ook een enkele bui vallen. De temperatuur dan iets hoger dan vandaag met 18 tot lokaal 20 graden en de zuidenwind die is meestal zwak boven land en soms matig aan zee, windkracht 2 of 3. De komende dagen dan blijft het vrij rustig weer. Zaterdag vallen er weliswaar wat meer buien, met name in de noordelijke helft van het land. Maar tussendoor is er ook zon en de temperatuur prima voor de tijd van het jaar met 17 tot 19 graden. Zondag en maandag is het droog, zondag gemiddeld 21 of 22 graden over het land. En maandag dan kan het misschien in het zuidoosten van het land zomers warm worden met 25 graden. De pluim laat nog meer warmte zien, met name voor de dinsdag en mogelijk ook de woensdag. En in de periode daarna dan wordt de warmte weer wat minder scherp. Dat hebben we te danken aan orkaan Helene. Daardoor wordt warme lucht vanuit Afrika en Zuid-Europa onze kant op gevoerd. Nou, mocht de koers voor een Helena voor ons gunstig uitpakken, dan hebben we dus een aantal dagen warm weer met landinwaarts zomerse temperaturen en misschien zelfs wel tropische temperaturen van 30 graden. Maar dat allemaal nog met heel veel slagen om de arm, want zoals je al ziet in de bandbreedte is de spreiding groot. Daarna neemt de onzekerheid nog verder toe, maar het lijkt het erop dat de temperatuur weer geleidelijk zal dalen naar waarden rond of ietsjes boven de normale waarden voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Wilfried Janssen voor Weerplaza.nl